Hoi, leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. Ik ben Marlisa en ik heb jullie in de zomervakantie meegenomen naar wat er allemaal is gebeurd in ons samengesteld gezin en wat wij hebben gedaan. En ik ben deze nu aan het editen en ik zie dat ik voor de tweede zomerweek niet de footage meer heb dat ik zo aan het praten ben of dat ik uitleg wat we allemaal gaan doen. En ik dacht, het is zo zonde, want ik heb best wel veel leuke filmpjes gemaakt over wat we allemaal hebben gedaan. En het was een super drukke week waarin we heel veel dingen hebben ontdekt en gedaan. Dus ik wil eigenlijk gewoon eventjes zo de video inleiden en vertellen wat we allemaal gingen doen. We begonnen de week goed, namelijk met beweging. We gingen naar het trampolinepark, een indoor trampolinepark hier in de buurt. Er is ontzettend veel voor geadverteerd langs de weg, op scholen en ook op Facebook. En dat is omdat het best wel aan de prijzige kant is. Maar we dachten, het is maar één keer zomervakantie. We gaan nu dit ook jaar ook echt gewoon niet weg. Dus vooruit dan maar. Ik had gevraagd of dat Brooke mee mocht doen. Omdat er, Brooke is 5 en de rest is allemaal wel vanaf grote kinderen die mee mochten doen qua tijdslot. Maar dat mocht en ik moet zeggen, het ging hartstikke goed. Je kreeg sokken mee, die mag ik mee naar huis nemen. Het was totaal niet druk, dus dat was echt super fijn. En die kinderen hebben ontzettend genoten met overal trampoline. Er was een soort van wipe-out zone. Er was een computerspel dat jou registreerde en dat je een spelletje kon doen met springen. En ze hebben ontzettend veel solos en backflips geoefend. Dus het was zeker een geslaagde dag. Dinsdag zijn we toen 's ochtends naar het strand geweest. Dat was een groot verzoek van Brooke, want ze wou graag met Popje naar het strand. En 's middags naar het klimbos. Ook dit was iets wat ik had gezien, waarvan ik dacht, oh, het is wel prijzig om zomaar in een weekend te doen. Maar in de vakantie was het echt super leuk. Was eigenlijk heel goed geregeld, ook qua afstand houden. Pascal is met zijn kinderen naar het grote parcours gegaan, want hun zijn 8+ en allemaal boven de 1,35. En Logan is natuurlijk nog maar net 7, dus die mocht nog met het kidsparcours meedoen. Samen met Brooke en daar moest dan ook één volwassene bij op de grond. Dat was wel eventjes zwaar voor mijn moederhart. Want die kind hangt dus wel, ja. Als ik mijn arm strekte kon ik soms bij hun voeten. Maar je staat op de grond en je moet ze dus vocaal gaan begeleiden. Wanneer ze hun haakjes los mogen doen en dan staan ze op een platform. En het was super leuk, super goed voor jezelf vertrouwen. Lekker in beweging zijn. En gaan we ook zeker nog vaker doen. Ik kom met Jamie. Ik zag Is het een hartige feest. Is Jamie 1 jaar geworden? Deze is een hele fijne jaar. Dus daar gaan we naar het zijtje voor deze jaar. Maar daar waren we naar het zijtje voor deze. Mama! Ja? Nou, een vriendje kan. Die moet naar het ziekenhuis. Die heeft een nek gebroken. Deze kant helemaal. Deze kant helemaal.
deze kant op. Het is komt op 11 vrienden. En dan komen er nog 10. Ik dacht het. Let's go. Oh. Ik heb iets dat het leuk voelt. Baby, kom maar. Dat is goed. Zat, hè? Eerst de een en dan pas de ander. Voorlangs. Zal ik eens kijken? En op woensdag ging hem naar de World of Dinos. Het is een soort van robot dino expositie in de jaarbeurs in Utrecht. We hadden wat informatie daarvan opgezocht, omdat de kinderen hadden dit op de televisie gezien. En die wilden er allemaal heel erg graag naartoe. En dat was voor ons al best wel dat we dachten, oh, een goede activiteit misschien. Want vind maar iets wat alle kinderen leuk vinden in onze levenscategorieën. We hebben natuurlijk, de oudste is 11 en de jongste is 5. Dus wat de 5-jarige leuk vindt, vindt de 11-jarige saai. En wat de 11-jarige kan, mag de 5-jarige niet bij mee. Dus we gaan naar kijken. En het was maar €20 per persoon. En dat was super goed geregeld daar. Dus allemaal dranghekjes, zodat je echt per gezin... toch je afstand kon houden en ook dicht bij de dino's kon komen. We kregen bij de ingang een boekje mee waarin ze geloof ik 30 of 40 vragen konden beantwoorden. En bij iedere vraag kregen ze een letter.
En alle letters achter elkaar vormden dan de oplossing. En als je de oplossing inleverde aan het einde van de route, dan kregen ze een certificaat. Superleuk voor die kinderen natuurlijk. En hield ze ook echt, nou ja, bewust bezig van wat zijn het voor dino's, wat gebeurt er met die dino, wanneer hebben ze geleefd, wat aten ze. En aan het einde van het hele parcours was ook een soort van speelparadijs. Echt superleuk gedaan voor die kinderen. En ik zou er niet zozeer gelijk weer nog een keer naartoe gaan, maar naar zo'n soort gelijk iets zeker wel. Was zeker leuk voor alle kinderen en alle leeftijden. Ik vraag je wat van je. Nou, eeuw. Lekker broodjes eten, hè? We gaan naar de dino's kijken. Hebben jullie een beetje zin in? Ja. Ik ben met dat en kaart en pasta. Lekker, hè? Want het is aan bijna 12:30. De kaartjes zijn pas geldig vanaf 1:00. Ja, we houden het een beetje op tijd. En als het toch rond etenstijd zou zijn, hè? Ja. Ja. Ja hoor. Even aaien. Ja, probeer maar. Drive a faster car, lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette, city lights looking fine, and I know this is my time now, I'm gonna be myself, or I could be someone else, no one's stopping me now, I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes, I feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my brain. En de laatste twee dagen van de vakantie hebben we niet zo heel erg veel gedaan. Fleur en Mees gingen ook weer terug naar hun moeder op vrijdag. En zaterdag heb ik een boodschapje gehaald met Brooke en toen moest Popje mee. En nou ja, voor de rest niet zo heel erg veel bijzonders, zoals je wel moet zien. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I will ever figure out. From falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground.
Ja, en zo kan je verder rijden, hè? Okay. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, the sky is falling down, the sky is falling. Hey jongens, dit is wel een beetje het einde van de vakantie bij mama. Hoe was onze vakantie? Leuk! Was die leuk? Hebben we leuke dingen gedaan? Ja, maar volgende week is het nog vakantie. Hey, jullie hebben nog wel vakantie, maar mama de vakantie is bijna klaar. We hebben, al de laatste week hebben we samen nog vakantie. Hè? Mama moet nu hard gaan werken. En dan gaan jullie eerst eens bij papa brengen. Hebben jullie zin om weer vakantie te hebben bij papa? Hallo. Okay, hallo. Hebben jullie zin om vakantie te hebben bij papa? Ja. Goed zo, let's go in de auto dan. Die Oké. Aankomende woensdag komt nog één zomervakantie weekvlog online. Dit was van de laatste week van de zomervakantie. Hierin had ik Logan en Brooke nog en hebben we met z'n drietjes leuke dingen gedaan. En dan zijn we helemaal bij met de zomervakantievlogs. Super fijn, want het is ondertussen al best een tijd geleden. Vind je deze video toch leuk? Dan is jullie een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik je in de volgende. Bedankt voor het kijken. Doei doei!